In deze screencast gaan we het hebben over DHCP, oftewel Dynamic Host Configuration Protocol. Elk device dat je wil connecten met een netwerk, zoals bijvoorbeeld internet, heeft IP-gegevens nodig. We hebben het dan over een IP-adres, een subnetmasker, een default gateway en minimaal één IP-adres van een DNS-server. De meeste devices staan zo ingesteld dat ze automatisch deze IP-gegevens krijgen. Zie als voorbeeld deze TCP-IP-stellingen van deze netwerkkaart. En je ziet hier dat er aangegeven staat dat die gegevens automatisch moet verkrijgen. De vraag is, hoe en van wie krijgen ze de IP-gegevens die ze nodig hebben? Het antwoord daarop is een dienst die DHCP heet, oftewel dus Dynamic Host Configuration Protocol. Met andere woorden, een dienst, oftewel een service, die de netwerkkaart van een device, die we ook al host noemen, dynamisch van IP-gegevens voorziet, oftewel configureert. Deze DHCP-software kan je op verschillende plaatsen tegenkomen, bijvoorbeeld in jouw router thuis. Jouw router is dus meer dan een router alleen. In een bedrijf echter zal men er eerder voor kiezen om de DHCP-software op een server te installeren, waarmee het de rol DHCP-server krijgt. Als je deze software geïnstalleerd hebt staan, zal je een scope moeten maken. Een bereik. En in dat bereik geef je bijvoorbeeld op welke IP-adressen door de DHCP-server uitgedeeld mogen worden. Dat bereik dat heeft een start-IP-adres en een eind-IP-adres. Dus die twee IP-adressen en alle IP-adressen die ertussenin zitten, mogen geleased worden aan een device. Natuurlijk geef je in de scope ook aan dat er een subnetmasker gebruikt moet worden. En de subnetmasker zie je hier. Een start-IP-adres, een eind-IP-adres en een subnetmasker. Daarnaast wordt hieronder bepaald hoe lang een device dat IP-adres mag gebruiken, mag leasen. Daarnaast kan je met een DHCP-server nog meer zaken regelen. Zoals in deze scope te zien zijn er nog meer folders. Je hebt namelijk in de folder Address Leases, daar vind je alle IP-adressen die al geleased zijn. Zo heb je een handig overzicht en weet de DHCP-server welke adressen niet meer uitgedeeld mogen worden. Dit om dubbele IP-adressen op een netwerk te voorkomen. In de folder Reservations kun je reserveringen voor een bepaald device maken. Deze krijgt dan altijd hetzelfde IP-adres toegewezen. Dat gebeurt op basis van het MAC-adres van het device. Dan zijn er ook nog zogenaamde scope options en server options. Met beide kan je hetzelfde, namelijk extra opties meesturen tijdens het leasen van een IP-adres. Deze opties zijn bijvoorbeeld de gateway en het IP-adres van een DNS-server. Als je deze opties configureert in de scope options, gelden die opties alleen voor die bepaalde scope. In de server opties gelden ze voor alle scopes in de DHCP-server. En die opties die vind je dan hiernaast terug. Zo zie je dat er een IP-adres meegestuurd wordt van een router, een IP-adres voor een DNS-server en dat ook een domeinnaam meegestuurd wordt. Een belangrijk onderdeel om op te letten is de binding. Je koppelt, oftewel bind, de DHCP-servers aan één of meerdere netwerkkaarten. Als je server ook een netwerkkaart heeft waarmee het aan een WAN gekoppeld is, zal de DHCP ook op dat WAN IP-adressen gaan leasen. En dat is een van de meest voorkomende storingen tijdens de lessen waarmee voor het eerst met DHCP gewerkt wordt. Bij de bindings kan je deze IP-adressen dus terugvinden en door een vinkje weg te halen of te plaatsen, koppel je of bind je de DHCP-server aan een bepaald IP-adres van je eigen netwerkkaart. Als een clientmachine opstart,
dan zal deze gaan roepen op het netwerk of er een DSP-server aanwezig is. Dat noemen we ook wel broadcasten. De eerste stap die dus een client doet, is die broadcast om te vragen of er een DSP-server is. Dit noemen we een discover. Vervolgens kan die DSP-server gaan reageren en een offer brengen naar de client. Met andere woorden, hij biedt een IP-adres aan. Vervolgens kan die client daarop reageren met een request. En in het request vraagt die client of die DSP-server dat IP-adres inderdaad wil reserveren voor deze client. En de laatste stap is dat dan de server terugreageert met een acknowledge. En in het acknowledge verklaart de server dat hij het IP-adres zal vastleggen en dat hij geleased wordt aan die client voor een bepaalde tijd. Als je overal van deze woorden de eerste letter neemt, dan staat daar het woord DORA. Dit proces, dat noemen we dan ook het DORA-proces. Ik hoop dat hiermee het DSP een stukje duidelijk geworden is en wellicht tot de volgende screencast.